Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en in deze aflevering wil ik het gaan hebben over hoe moeilijk het is om een relatie te hebben, of dat nou je kind of je partner is, die een verslaving heeft. Hoe ga je daarmee om? En ik heb vandaag een super bijzondere gast, een specialist op dit gebied en iemand sowieso die een icoon is in Amsterdam. Roefke Carmichelt, ook een vriendin, maar ook iemand die we al een hele tijd kennen. Nou, je hebt inderdaad al 45 jaar in praktijk in Amsterdam. Dat is een super lange tijd. En daarin zie je gezinnen, families met allerlei soorten problemen, natuurlijk ook met verslaving. Ja. Maar ik zal eerst nog even een kleine introductie over Roefke geven. Dat vind ik wel leuk, want ze is echt wel iemand die heel veel credits verdient. Nou, 45 jaar relatietherapeut. Alle denkbare problemen zijn voorbijgekomen. En natuurlijk ook mensen met een verslaving of partners of kinderen met een verslaving. Nou, over Roefke is al 60 jaar met haar jeugdliefde Frank, wat ook super mooi is. Woont in Amsterdam in een grachtenpand. Nou, je praktijk, hè, het is, je zou denken, want hoe oud ben je, Roefke, als ik vraag? 80. 80? 80. Nou, zou je toch echt een beetje rustig aan moeten doen, maar niets is minder waar, want volgens mij heb jij het nog super druk. Ja, ik werk nog steeds hartstikke veel. Ja, dus dat gaat gewoon maar door, dat gaat maar door. Nou, je bent voor heel veel mensen eigenlijk heel super bekend al. Ik heb artikelen in het Parool gezien, in de Happiness, Flow Magazine, een paar keer op televisie ben je geweest, ben je benoemd. Nou, of, weet je, als je op jou googelt, dan zie je eigenlijk overal en nergens je naam vandaan komen. Je bent echt wel een icoon, vind ik. En wat mooi is, hoe ik jou heb leren kennen, is, nou, jij werkt al samen met mijn vrouw. Hè? Jullie sturen af en toe mensen naar elkaar toe. En nou, Margrethe kwam mij tegen en er was een probleempje met mij. En dat probleempje, dat heette een hele grote verslaving. Maar wat er gebeurde, op een gegeven moment kwam ik in herstel van mijn verslaving, gelukkig. En dat ging, ik werd clean. Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. Want wat ik merkte, en dat deze aflevering gaat erover, is van hoe ga je nou een relatie aan en hoe werkt dat? Want ik merkte toen ik clean werd, dat ik eigenlijk totaal niet wist hoe een relatie werkt, hoe je dat goed kan doen. Omdat ik kom uit een dysfunctioneel gezin. Moeilijk gehecht. Eigenlijk geen verbinding echt onderling. Ik zeg altijd, er waren vier mensen in huis, maar geen gezin. Nou, trauma aan de ene kant, gedoe aan de andere kant, maar niet praten met elkaar. En ik weet ook, ik heb heel veel relaties gehad, heel veel vriendinnetjes. Maar me echt verbinden met iemand, zoals ik dat nu met Margrethe wel kan doen, dat, nou, dat was er niet en dat kon ik ook niet. Ik ben nu deze week met Margrethe 10 jaar getrouwd. 10 jaar, ja. En gezondheid. Ja, gezondheid. En 14 jaar samen. Nou, dat is voor mij een hele grote achievement. Maar ik weet nog, ik weet niet meer precies wanneer het was. Misschien was ik een jaar clean, misschien een half jaar. Dat ik hield ziels en nog steeds zielsveel voor Margrethe. Maar ik had zoiets van, ik kan dit niet. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe een relatie moet. En toen zijn we, dan moet je naar Roefke toe als er een probleem is in een relatie. Dus we kwamen bij jou eigenlijk met het idee van, nou, we houden van elkaar, maar ik weet, ik kan dit gewoon niet. Maar hoe vier je het houden van? Ja, hoe hou je dat vol? Hoe hou je dat in stand? Ik kon dat niet. Ik wist niet hoe het daarmee is om. En toen kwamen we bij jou eigenlijk dat we dachten, we gaan heel liefdevol uit elkaar. En maar ik kon het gewoon. Ik wist gewoon niet hoe ik dat moest doen. En dus ik ging naar die sessie toe met jou, met mijn, in mijn achterhoofd van, we gaan uit elkaar en wel in liefde en met heel veel tranen en heel veel buikpijn. Maar aan het einde van de sessie zaten we weer hand in hand en gingen wij weer verder. Dus ik ben niet van het breken. Nee, maar je en doet dat dan was er ook niet toen. Nee, dat was er ook niet. Nee. Maar dat was natuurlijk toch wel dat was bijzonder. Paniek. Ja, dat was paniek. Ja. Nou, dit zal je zeker vaker tegenkomen. Maar ook even over jou, Roefke. Wat is jouw, ja, relatie met verslaving, waar ken je het van, waar kom je? Want je hebt het al lang geleden, ben je het al tegengekomen, toch, in je werk? Ja, ik ben het in oorsprong tegengekomen toen ik ging, eerst als vrijwilligster ging ik werken in de Jelinek. En dat was voor mij de ideale plek om dat het toen, de Jelinek was toen nog heel klein. Ja. Er was een grote mannenkliniek en er was een piepkleine vrouwenkliniek. En vrouwen die werden eigenlijk zo'n beetje behandeld zo van, nou ja, drinkende vrouwen, wat moeten we daar nou mee? Want dat kenden we niet zo goed. Toen was eigenlijk de drugs nog in een heel laag stadium. Ja. Ja.
van verslaving. Mm. En vrouwen halen op alle gebieden de mannen in, dus ook op verslavingsniveau. En dat heeft zich later ook zeg maar voortgezet, omdat we eerst in dat één persoons, één gezinshuis op de Linnaeus Parkweg woonden. En daar woonden iets van 14 vrouwen. En die hadden dan wel een kamer met z'n vieren. En we hadden een heel klein gymnastiek lokaaltje, namelijk touwtjes springen en gewicht heffen. Meer gymnastiek was er niet. We hadden een huisdokter. En verder hadden we sociotherapeut en behandelaars. En ik werd daar vrijwilligster, omdat ze toen via een oproep lieten weten: we hebben mensen nodig die vrouwen die verslaafd zijn weer helpen om ook gewoon de levensfeiten opnieuw te leren uitvinden. Ja. Zoals simpel, hoe schrijf ik een giro uit? Ja. Of hoe kom ik naar het Centraal Station als ik in het weekend vrij ben en naar huis mag? Ja. Hoe kom ik langs het station met al die enge stegen, namelijk de Zeedijk en aanverwante stegen? Want die vrouwen die bleken het heel eng te vinden, omdat ze steeds aangesproken werden in de stad met: wie bruin, wie wit. Ja. Ja. En ik ging met hun die wandelingen maken, zodat ze zich gingen prepareren. Waar zou het gevaar op poppen? Ja. Nou, ik ben een blinde kip, want ik gebruik niks. Dus ik zie niks liggen onder een tegel en niks liggen iemand die mij met zijn vingertje wuift van: hallo, kan ik jou ergens mee bedienen? Ja. En die vrouwen die hadden dat in halve seconde door. En ik probeerde ze in af te leiden en ze te realiseren: je kan een andere route nemen, of je kan jezelf blootstellen aan het gevaar en kijken of je het gevaar kan weerstaan. Ja. Nou, dat was toen mijn opdracht. Dus eigenlijk de triggers die er gewoon zijn, die er overal zijn, daarmee leren omgaan. Ja, 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 en dat was natuurlijk heel komisch, omdat ik daar niet gevoelig voor ben. Zag ik ook niet de uitlokkende plekken. Ja, ik zag wel toen de Zeedijk, we hebben het over 40 jaar geleden, 45 jaar geleden, langer nog. Zag je natuurlijk ook, dat was natuurlijk een verwaarloosde area waar de drugs gewoon om je oren vlogen, wat nu niet meer zo is. Nu bestel je gewoon de scooterman. Nu bestel je het gewoon online of een scootertje. Ja. En dat, nou, dat is ander materiaal. Ja. Maar in die kliniek werkend werd ik bevangen door een ontzettend heerlijk gevoel van: dit is mijn toekomst, ik wil behandelaar worden. En van oorsprong ben ik opgeleid op de Rietveld Academie. Daar ben ik eerst begonnen en ook nog op een modeacademie. Maar ik voelde dat ik daar mijn hart niet kwijt kon. En ik merkte dat ik, zelfs onopgeleid toen ik vrijwilliger was, dat ik het heel goed kon. Dat ik duidelijk kon zijn, dat ik streng kon zijn, dat ik hulpvaardig kon zijn. En dat ik het ontzettend spannend vond om mensen op het, in hun gezondheid terug te brengen. Ja, en toen ben ik gaan studeren. Mm-hmm. Toen heb ik dit vak als therapeut tot mij genomen. En omdat het zo'n kleine instelling was, was het ook fantastisch, want we konden allemaal uitvinden. En ik merkte al heel spoedig dat alle moeders naar huis gingen het weekend, dat er nooit naar de kinderen en nooit naar hun echtgenoot werd gevraagd, of naar hun moeders of partners, geef het een naam. Ja. En zelfs de hond of de poes vond ik heel belangrijk. Ja. Ik heb honden naar binnen gesmokkeld, later in het grote gebouw. Op het moment dat een klant afscheid van mij nam, vind ik dat bij afscheidsrituelen ook nou, de kinderen en de partner bij betrokken moesten worden. Maar er waren heel veel vrouwen, die hadden kip, nog kraai. Die waren al verlaten door hun verslaving, door God en iedereen. Ja. Behalve door de hond. Ja. En ik nodigde dan die hond uit. En het was heel ontroerend. Ja. Omdat die hond in eerste instantie mij aankeek in mijn weerkamer van: wat moet je van haar? Ja. En toen die hond zag dat het relaxed was, dat ik betrouwbaar was, ging die liggen pitten onder de stoel. En, maar ik zwaarde ze samen uit, want dat was haar enige waakhond. En wat ik heel belangrijk vind in relaties, is erkenning geven. Dus ik bedankte de hond samen met die vrouw. Ja, super, voor supermooi. Voor zijn waakzaamheid. Ja. En nou, zo is het begonnen. Ja, maar
waar je eigenlijk gelijk over praat, is die verbinding. Die is zo belangrijk. Want verslaving is per definitie iets wat alle verbindingen verbreekt. Hè? Ja. Ik zeg altijd dat addiction kills connection. Dus, hè, dus het haalt je allemaal uit elkaar. Het maakt je eenzaam, isolement. En dat weer terugbrengen eigenlijk daarvan, dat ben je gaan doen. Ja. En daarna, hoe is het verder gegaan? Nou, toen ik afgestudeerd was op de VO, dat was de voortgezette opleiding relatie- en gezinstherapie. Toen had ik bij de opleiding relatie- en gezinstherapie intussen een hele belangrijke vrouw ontmoet die contextuele therapeut was. Dat is nu een van mijn allerliefste vriendinnen, Elze Marie van de Eerenbeemt. Maar zij was ook al in Amerika opgeleid door dokter Bartzomeni Notch, voornaam Iwan. En zij zei, ik denk dat jij en Iwan een fantastische ontmoeting kunnen hebben. Nou, dat is ook gebeurd. En dat was wederzijds. En hij vroeg me toen ik afgestudeerd was of ik in de masterclass bij hem les wilde geven. En toen heb ik 9 jaar samen met Elze Marie en Nelly Bakhuis en Iwan Notch de masterclass gedaan. Hij kwam dan uit Amerika om les te geven. Live zittingen. Dat betekende dat wij of de studenten een gezin moesten uitzoeken die hij kon interviewen. Ja. Maar altijd in 3 generaties. Dus het echtpaar, de ouders van het echtpaar als die nog in leven waren, ja, en de kinderen. Ja. En nou, dat was magic, want ik was natuurlijk onder leiding van Iwan gewoon student. Ik met open mond zat ik naar hem te luisteren. Maar daar zit mijn diepe scholing door dat geluk dat ik gevonden ben door hem. Ja. En gebleven ben. Ja. En toen ben ik tegelijkertijd ook mijn praktijk begonnen. En dan denk je bij de eerste, nou, ik weet niet of de deur nog ooit, of de bel nog ooit gaat. Ja. Maar de bel gaat nog steeds en ik heb nog steeds ontzettend druk. En ja, ik vind het nog steeds elke dag magic om de deur open te doen en te kijken. Ik weet niet wie en wat er komt. Ik weet natuurlijk via de telefonische intake wel een beetje wat de problematiek is. Maar ik ben elke dag aan het uitvinden, hoe kom ik met jou? Hoe kom ik onder jouw huid? Ja. Hoe mag ik naar binnen komen? En daar heb ik geen spelregels voor. En dat was ook in de Jerinek zo. Dat is toen wij gingen verhuizen van het kleine kantoorbureau naar het grote. Dat was gemengd met de mannenkliniek. Werd allemaal een soort hutspot. Maar de vrouwen waren, en dat zeg ik heel gemeen altijd, die waren veel ontwikkelder. Want de mannen zaten gewoon de hele dag sigaretjes te roken en te ahoeren. Ja. En dat was nauwelijks een programma. Ja. En voor de vrouwen was er meteen een programma waar ze zich heel lang en goed konden, uit de voeten konden met hun verslavingsinzicht. En toen is eigenlijk die versmelting met de mannen is gegroeid. En ik ben later ook met jonge mannen gaan werken. Maar het grappige is, als ik nou vergelijk de ervaring met de mannen en met de vrouwen waren bang voor een gesprek. En die keken mij soms liever niet in mijn donkere ogen. Dat wil ik helemaal geen donkere ogen. Maar ik kan wel streng kijken. Ja, of, weet ik. Ja. En dan keken ze altijd de andere kant op. En als de andere kant op kijkt, dan pakt ze me niet. Maar dat was toch een heel mooi samenwerking. Dat lukte toch uiteindelijk. En met de jongens moest ik eerst vechten tegen de petten. Ja, ja. Want ik praat niet met mannen met kleppen voor hun ogen. Want dat vind ik junkergedrag. Dat doe je op straat. Ja. En dan zei ze, wat maakt dat nou uit met die pet? Ik zei, maar ik wil je zien. Ja. Ik wil niet tegen een klep aankijken. Nou, dan was het mensen niet een strijd. Maar uiteindelijk won ik. Niet door gezag, maar wel door geduld. En dan, en wat ik dan ontzettend leuk vond, was dat om te ontdekken hoe onhandig mannen troosten. Want die slaan keihard op elkaar terug. Ja, dat nou, ken Jan, ik. Ja? Nou, Jan, goed gedaan hoor, Jan. En dan, huppakee, weer een ram op hun rug. Ja. Een prachtig manier om te ontdekken hoe mannen troosten of hoe mannen heel moeizaam praten. Ja. Want die zijn niet gewend om over hun gevoelens te praten. Maar als dat lukte, en dan waren het vaak, zag ik ineens dat ze 4 waren. Ja, bange, precies. 4-jarige jongens die heel veel verdriet in hun leven hadden. Ja. Vaak heel veel trauma's, heel veel schaamte. Maar bij de vrouwen was het natuurlijk ook veel grotere schaamte, omdat die vrouwen vaak een gezin hadden, zich doodschaamden over
Ja, het schoolplein. Want een dronken vrouw die hun kind niet op kon halen omdat ze op de bank besopen ligt en de tijd vergeten is. Die wordt door het hele schoolplein afgezeken, om het maar even plat Amsterdams. En bij mannen is het van, ach ja, hij heeft gelukkig een vrouw die het oplost. Ja, ja, ja. Hij is gewoon alcoholiseerd. Dat wordt, dat was een ongelooflijk groot verschil met de mannen en de vrouwenkliniek. Ja, ja, waanzinnig. Ja. Heel herkenbaar. En zeker ook dat herkenbaar van, dat zie ik zelf ook, maar dat herken ik zelf ook wel, dat heel veel mannen zo vastzitten op dat stuk en dan op alle mogelijke manieren dat gaan vermijden, wegstoppen, niet praten, nou ja, gokken, gamen, drugs, alcohol, seks, het maakt eigenlijk niet uit. Hè? Nee. Om maar niet bij dat gevoel te komen. Wat denk jij, wat zou dat dan zijn dat vrouwen dat überhaupt makkelijker kunnen praten over gevoelens dan mannen? Nou ja, wij zijn natuurlijk van oorsprong. Zijn wij van de vuurpot. Wij zitten met z'n allen boontjes te pellen en rond de vuurpot intussen kinderen groot te brengen en op te letten. En de mannen waren weg om beesten te jagen, om het maar even flauw te zeggen. Ja. Dat wat natuurlijk de realiteit was. Dus wij zijn veel meer gewend. Ik vind het zelf ontzettend grappig dat er een enorme cultuur is om... Het is een heel ander onderwerp, hoor. Maar om zwangere vrouwen te begeleiden van de eerste seconde dat ze weten dat ze zwanger zijn tot en met de baring, is een hele, een hele machinerie die die vrouwen voorlicht en vertelt en oplet en meet en doormeet of die baby oké is. Nou, magic, fantastisch. Ja. Ja? Dus daarom worden er, godlof, zo ontzettend veel gezonde kinderen geboren. En als ze niet gezond zijn, in ieder geval al gemonitord. Mm-hmm. Maar van oorsprong zitten wij op die kookpot. En intussen verhalen. Gaat er iemand baren. En de vroedvrouw van de kookpot leert de andere vrouw hoe je baren moet begeleiden. Ja. Ja. Dus wij zijn gewend om elkaar te bevragen. Hoe voel je je? Hoe gaat het? Als er iemand sterft, idem dito. Ja. Hè, wij hebben veel mooiere... ontmoetingsrituelen ontvouwen. Ja. Hè? En mannen hebben dat niet geleerd. En dat is niet omdat ze het niet kunnen. Maar omdat ze dat toen niet hoefden te leren. Ja. Want dat was helemaal uit elkaar. Mooi. Het mannenbolwerk en het vrouwenbolwerk. Ja. En nu is het zo mooi dat jongens niet meer schrikken. Als ik jonge pubers in mijn kamer heb, vind ik het ongelooflijk hoe goed die tegenwoordig ook over hun gevoel en hun seksualiteit kunnen praten. Ja, mooi. Los van verslaving. Ja, ja. Dus er is echt een groei in, ik mag gewoon vertellen wat ik voel. Ja, nou, dat is mooi. Nou, ik merk ook wel in mijn werk dat er nog wel een hele slag te winnen is. Maar het is wel gewoon om over je gevoel te praten dan vroeger. Dat is het zo. Vroeger gebeurde dat natuurlijk standaard niet. Ja. Maar praten over geheimen, daar is denk ik nog steeds een groot gat te dichten. Mm-hmm. Want daarom komen zoveel mensen er pas laat achter dat iemand iets voelt en dat niet verdraagt. Ja. En het oplost met blowen, koken, kan mij het schelen. Ja. Maakt mij niet zoveel uit. Nee, het is allemaal hetzelfde. Alcohol is voor mij herkenbaarder omdat ik wel drink. Ja. En ook wel eens dronken ben geweest. Ja. Maar koken en ecstasy en dat soort middelen heb ik mij nooit aan gewaagd. Nee, zonder commentaar. Maar misschien vind ik het te lekker. Ja. Maar ik heb er ook helemaal geen behoefte aan. Gaat er niet meer aan het onderzoek. Beginnen. Nu ga ik er niet meer aan beginnen. Nee. Wie weet. Nee. Wie weet voorlopig niet. Hey, en in jouw praktijk kom je natuurlijk ontzettend veel mensen tegen. Het is ook een beetje net wat je zegt. De deurbel gaat. Hè? En wie zal er voor de deur staan? Maar hoe vaak kom jij toch verslaving tegen in jouw praktijk? Zeg maar links of rechts? Kinderen, partners van? Ik heb een radar voor. Ik heb een gek radar voor ADD. Of ADHD. En ik heb een radar voor gebruik. En meestal zeggen mensen, dat betekent helemaal niks. En enzovoort. Ja. Betekent helemaal niks. Maar als je dan doorvraagt en doorzoekt. Ja. En het niet opgeeft, kom je achter geheimen. Mm-hmm. Of je bent er op tijd bij. Wat dus ook wel heel vettig is. Dat je er op tijd bij bent. Dat iemand zich ineens realiseert. Maar waar ben ik begonnen met pijnbestrijding? Ja, pijnbestrijding. Ja, zo noem ik dat. Ja. Ik heb nog nooit gedronken. Eén keer ben ik weggelopen thuis. Ja. Omdat ik kwaad op mijn man was. En ik dacht, godverdomme, ik loop gewoon weg. En toen dacht ik, ik ga naar een café. Maar ik ben geen cafébezoeker.
En toen kwam ik dat café binnen en toen dacht ik, weet niet, ik ben niet stom. Ik was iets van 25 of zo. Ja. Ik dacht, dan zit ik hier. Wat moet ik nou bestellen? Ja, ja. En toen dacht ik, ja, zo begint het eigenlijk. Ja, zo begint het wel. Dat als je je rot voelt, dat je niet het wandelingetje uitstampt. Ja. Ja? Maar dat je een consumptie zoekt. Ja. Dus alles via het bekkie. Ja, ja? Ja, ja, pijn. Ja, ik vind het heel mooi. Pijnbestrijding moet ik echt onthouden. Maar dat is het wel. Hè? Dat is, dat dus toen ben ik rechtsomkeerd gegaan. Ja. Omdat ik dacht, nee, ik ga hier niet iets nemen. Ik blijf gewoon lekker boos. Ja. En ik ga het zo uitwerken met hem. Ik zet de stamp op de tafel. Ja, dat is niet handig. Nee, maar dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat klinkt ook nog dat je dan heel erg nadenkt over het proces. Hoe ga ik dat doen? Maar bij heel veel mensen gebeurt dat natuurlijk precies niet. En die dus zoeken, ze weten het wel, maar ze houden hun kop. Ja, maar die zoeken toch voor die pijn of voor dat ongemakkelijke gevoel, boosheid, verdriet, wat dan ook, toch een directe oplossing. Nou, die zijn natuurlijk makkelijk te vinden. Maar die heb ik ook. Ja. Ik dacht dat altijd als mijn moeder doodgaat, ga ik roken. Geen ene seconde, ik rook al 30 jaar niet. Maar kennelijk zit dat zo in mijn hoofd van, als ik me niet kan ontspannen, dan moet ik dat sigaretje nemen. Ja? Ja. Nou, ze ging dood en ik heb geen seconde aan dat hele sigaretje gedaan. Maar waarom? Maar dat woont ergens diep in je, die troostgebaren. Nou, ik kan ook chocola nemen om te troosten. Ja. Of omdat ik het lekker vind. Maar ik heb er niks voor gedaan om niet in de depressievalkuil te vallen. Ja. Ik heb gewoon geen aanleg. Maar ik heb er ook niks voor gedaan om geen verslaving op te bouwen. Terwijl ik dat om me heen. Ja, het zal best. De hele dag, zie. Ja, dus je komt het wel heel veel tegen in. Ook met mijn eigen kinderen, hoor. Ja. En met mijn eigen kleinkinderen. Ja. Ik vind verbijsterd hoeveel jonge vrouwen ook op dit moment ik in de praktijk heb. Die heel zwaar zijn. En die zijn allemaal jonge studenten die de hele week zuipen. Ik heb er geen ander woord voor, want dat is niet drinken. Zuipen, ze worden te zwaar, ze worden ongelukkig. Ja. Maar het moet van de groep. En dat zijn de jongeren die zo groepsgevoelig zijn. Ja. En die dan ook weer hun maat niet weten. Het is echt schokkend, hoor. Ja, ik weet het. Dus jij hebt die categorie helemaal nu. Ja, helemaal. In je vak. Ja, zeker weten. Ja. En het wordt steeds meer en het wordt steeds erger en het wordt steeds jonger. En er zijn veel meer drugs en het is makkelijker te krijgen. En nou, zo gaat het maar door. Maar dat begint niet als pijnbestrijding. Dat begint, ik wil erbij horen. Ja, nou ook is het heel ook vaak. Een vorm van pijnbestrijding. Ja, ja. Ik wil erbij horen. Anders. Schaam je omdat je niet in je ik durft te stappen. Ja. Maar dat je denkt, nou ja, geef nog maar een pilsje dan. Ja, maar anders is het gaat altijd voor mij, maar dan heb jij het eigenlijk van het begin af aan ook al over die verbinding. Dus op het moment dat je niet meedoet met het zuipen of niet meedoet met het gebruiken, dan sta je alleen. Nou, dat is niet fijn. Nee. Dus dan ben je alleen en dan zit je niet bij de groep van je vrienden die het allemaal doen of zo. Dus dat maakt het heel lastig. Ik zie het ook aan ik heb een zoon die niet drinkt en een man die nooit drinkt. Die heeft de laatste keer dat hij gedronken heeft, zat ik voorop op de fiets. Want dat mag ik nu niet meer. Want het is bang dat ik het doorzak met mijn dikke billen. Of dat zijn fiets te wrak is. Of ik kan niet meer goed sturen op zijn 80ste. Want hij wordt volgende week 80. Maar dat is mijn herinnering. Dat we gierend van de pret door de hele nachts op de fiets aan te slingeren waren. Mm-hmm. En dat is de laatste keer dat ik hem onder invloed heb gezien. Want hij vindt het niet lekker in zijn kop. Nee. En dat is niet omdat hij het niet oké vindt. Maar hij vindt het niet lekker in zijn kop. En als ik met mijn kinderen en met vrienden aan tafel ben, dan schenk ik vaak wel alcohol. En dan zegt hij vaak tegen mij, want als ik drink, dan word ik een beetje traag. Dan pakt hij heel vaak mijn hand vast en dan zegt hij, liefje, doe even de korte route. Want ik word ouwe hoerderig van drank. Ja? En dan zegt hij, doe even de korte route. En dan weet ik, oh ja, ik moet ook hem insluiten. Ja. Want als je niet drinkt, dan duurt het vaak dat gouden hoer lang. Ja, hè? Zeker. Dus drank is overal, ook in mijn gezin. Ja. Ja. En ik moet zelfs nu ook uitvogelen hoe ik omga met mijn jonge pubers. Hmm. Die buiten wel drinken, maar ik schenk niet. Ja. Dus ik drink dan ook niet als ze bij mij eten. Ja. Omdat ik niet wil, jij mag wel, jij mag niet, ik schenk niet. Nee, dat is wel makkelijker ook, ja. 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 Nou, is natuurlijk nog wel een heel verschil tussen gewoon,
ik drink helemaal niks, ik gebruik niks, dat mogen duidelijk zijn. Maar voor de gezelligheid iets nemen of een drankje of wat dan ook. Maar die pijnbestrijding, zoals jij dat mooi zegt, dat komt natuurlijk wel enorm veel voor. Alleen maar steeds meer. Steeds meer. Ook in deze wereld waar dingen steeds moeilijker en ingewikkelder worden. Absoluut. En hoe jij zegt, ik heb een radar, er komen mensen bij jou in de praktijk. En nogmaals, de meeste mensen met een verslaving zien er vaak prima uit. Netjes, een baan, een huis, kinderen, wat dan ook. Dus je ziet het allemaal niet zo snel. Maar hoe werkt het dan met die radar? Waar merk je nou aan van, met deze persoon hier klopt iets niet. Die doet aan pijnbestrijding. Hoe merk je dat? Nou, omdat ik zowel als op alcohol en drugs en seks. Ja. En wanneer heb je je eerste liefde ontdekt? Ja. En hoe ging dat? En hoe was er dus de stijl rond alcohol in je gezin van herkomst. Ja. Dat zijn, omdat ik heb geen vragenlijst. Dus ik moet zelf proberen onder iemands huid in iemands haar te komen. Ja. En ik zeg altijd maar heel voorzichtig het ritsje van je trui open zien te krijgen. Hè? Want ze houden het heel graag weer dicht. En willen graag een pil om het op te lossen en van het gezeur van therapie af te zijn. Ja. Maar een heleboel vinden het ook fijn om in therapie te gaan. Maar omdat je systematisch iemand op al die werkplekken uitnodigt om te vertellen hoe dat ging, kom je ook heel vaak bij. Ja, toen begon ik met blowen. Ja, ja. Daar begint het vaak in de jonge jaar mee. Toen begon ik met blowen. En als ik dan ook systematisch de schoolroute afloop, dan kom je heel vaak op de gebieden blowen, ADD, bloedslim, vaak hoogbegaafd. Ja. Vaak hooggevoelig. En die zijn toch van de VWO uiteindelijk gezakt naar de MAVO. En niet omdat ze niet kunnen leren, maar omdat hun concentratie en hun werkattitude of hun concentratieattitude al jong ze in de war heeft gebracht. Ja. En dan lossen ze het vaak op met blowen. Ja. Of nu weer met, bedoel, hoeveel kinderen ik in mijn kamer heb die ecstasy bestellen voor hun tentamens. Dat noem ik ook pijnbestrijden. Ja. Want ze zijn bang dat ze in een blokkade komen. Mm-hmm. Ik weet het even niet, die vraag. Als ze Ritalin slikken, terwijl ze helemaal niet weten of ze. Maar ze hebben natuurlijk wel ontdekt dat brein doet mee. Ja, zeker weten. Ja. Huppakee, bingo. Ja, ja. En dan bij de pillenbrug was het vroeger. Ja. En nu is het gewoon online. Ja. En dan komt het scootertje. Ja. Dus het is allemaal. Ja. Ja? Ik had een scooterman, die kwam elke avond om 1:00 bij mij voor de deur. En ik begreep er eerst niks van, totdat ik ontdekte dat in de straat bij jou bedoelde. Naast mij, de buurman. Ja. Dus toen ben ik op een gegeven moment naar buiten gegaan en heb gevraagd of die wilde aanbellen. Ja. Omdat ik het piep van zijn scootertje niet zo prettig vond. Ja. En sindsdien belt hij aan. Maar dan zie je hoe hoe ongelooflijk dat veranderd is van de pillenbrug en de junken in op de Zeedijk. Maar gewoon Albert Heijn komt thuis. Ja, dat vind ik daar goed. Komt het gewoon op neer. Maar dat is het wel. Maar daarmee dus het is gemak en het oordeel en de veroordeling is daar ook mee. En ouders die weinig opgeleid zijn in de kennis over gebruik, die zien soms helemaal niks. Ik heb heel veel mensen in mijn werk die tegenkom, waarvan kinderen echt fors middelen gebruiken van alles en nog wat. En zeggen, en dan op een gegeven moment komt het allemaal boven tafel en dan gaan ze dat opbiechten. Nou, en dan zeggen ouders, nou, ik heb het gewoon helemaal nooit gemerkt. En ik weet dat, ik zat vroeger echt helemaal met rode ogen, superstoon tegenover mijn vader. En die zag dat gewoon niet. En ook wel, denk ik, omdat hij kende het ook niet of zo. Dus iets wat je niet kent. Ik heb het ook moeten leren, want ik kende in ieder geval drugsgebruik niet. Ja. Ik kom wel uit een familie en een schoonfamilie waar gedronken werd. Ja. En mijn schoonvader, Simon Carmichelt, die kon daar ook vrolijk over praten. En die is grappig genoeg al, ik geloof 20 of 25 jaar voor zijn dood opgehouden met drinken. Mooi. En zoals hij wel eens zei, ik word godverdomme ongesteld van tomatensap, omdat hij niet meer mocht drinken en op de tomatensap ging. Ja. Maar hij kan zo leuk vertellen over dronken zijn, dat iedereen altijd heeft gedacht dat hij nog dronk. Hij dronk helemaal niet meer. Mooi. Maar ik heb natuurlijk daardoor ook gewoon in mijn eigen leven ook gezien en nog steeds wat het effect van alcohol is. Ja. Minder met drugs, wel met blowen. Ja.
Nou ja, goed, en als iemand dan in praktijk komt, dan zullen ze ook op dat moment niet onder invloed zijn. Ja. Maar dat hele wat jij zegt, het scootertje, de supermarkt die je eigenlijk thuis bezorgt in de vorm van drugs, wat gewoon normaal is geworden. Ja. Ik zie het hier in Zandvoort waar ik woon ook over. Je ziet het overal. Ja. Maar daarmee, ik zeg ook wel eens van, hè, verslaving is het nieuwe normaal. En niet dat iedereen dan dat het een verslaving of een vet probleem is, maar toch wordt het wel heel erg onderschat. Want het zijn geen Smarties en het zijn geen M&M's, ja, geen reclame. Maar, hè? Nee, maar dat is toch wel heel gek. Ja. En ik zie dat er echt een golf van problemen. Want wat het ook is, als je nou elk dingetje, een tentamen of een moeilijke relatie of een pijnstuk of noem het maar op, hè, wat jij mooi zegt, pijnbestrijding, maar oplost met een pil, dan leer je dus nooit om te gaan met, ja, het leven, verdriet, klote dagen. Ja, dat is een beetje die exposure wat ik met die vrouwen deed, ja, in die wandelingen. Ja, precies. Ja. Blijven voelen wat je voelt, ja, maar dan niet terugvallen op, kan mij het schelen, ik neem gewoon nou een pil of een, maakt, ja, niet uit wat ze wilden. Ja. Maar die exposure leren verdragen. En als dat lukte, nou, dan hielden ze ook, dan vielen ze niet terug. Ja. Maar als je die exposure niet oefent met mensen, ja, en we zijn steeds, we zijn zo'n consumptiemaatschappij geworden. Ja. Ja, dat dit hoort er eigenlijk gewoon bij. Ja. Plus, ja, ja, er wordt wel voortdurend over cultuuromslag. Door vroeger kon je met één pak van Albert Heijn anderhalve liter rode wijn, was je besopen. Mm-hmm. En dan vroeg iedereen zich af, ja, hoe kan dat nou? Want er waren geen flessen in het keukenkastje te vinden. Want dat pak karton wisten die vrouwen heel goed weg te moffelen. Ja? Om eens even een voorbeeld te geven. Ja. Uit die eerste jaren van, ja, vrouwen, die dronken dus altijd die vieze, gore, ja, wijn. Pakken. En waar die kinderen en die mannen dat aan zagen, was niet aan dat pak of aan, mm, de flessen die verstopt waren. Want vrouwen gooiden het gewoon in de lodolineflessen, in de afwasmiddelflessen. Ja. Want ik doe toch niks? Ja? Ja. Ja. En dat was, vond ik altijd zo interessant, het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen drinken de hele dag. Als je een alcoholprobleem hebt. Ja. Steeds kleine shotjes. Steeds hadden het ook in hun tas. En pilletjes in hun tas. Als ze te zenuwachtig waren. Wat mannen ook niet hadden. Die namen geen Valium in hun tasje. En die vrouwen dronken dan de hele dag kleine shotjes. Ja. En dan kwam die man thuis en dan zei hij, hoi schat, zullen we gezellig even een borreltje nemen? Of aan tafel zullen we een glaasje wijn drinken? En dan was die vrouw heel snel bezopen. En die mannen en die kinderen begrepen er niks van, want ze heeft maar twee zulke, ja, glaasjes rosé op. Maar er zat op al een heel pak in. Zo is dat, meneer. Ja, maar, ja, dat hadden ze dus niet door. Ja, nee. Dus dan werden ze aangemeld voor, ja, een verslavingsbehandeling. Ja. En dan zeiden die partners vaak, ja, ja, ik snap er niks van. Je kan toch niet van anderhalve glas rosé in een kliniek opgenomen, ja, moeten worden, ja, voor 3 maanden. Hoe zit dat nou? Ja. En dan merk je, en dat is een hartstikke leuke ervaring. Ik had een vrouw en die was al ontzettend besopen. En die had ook pancreatitis, dus van alcohol. Ja. En die werd opgenomen en ik moest haar interviewen over haar relatieproblemen, ja, rond drank. Dus toen zei die vrouw, nou, zij heeft het nou, en zij was met een vrouw. Mm-hmm. Dat was een homohuwelijk. En toen zei ze, nou, zij heeft het nooit gesnapt, ze weet er niks van. Toen zei ik tegen haar, dan ben je wel met een blinde kip getrouwd. Nou, die vrouw kwam toen op spreekuur. En die kwam een hele mooie, hele grote, zware vrouw in de 70. En die kwam binnen en die zei, ik voel mij ontzettend onheus bejegend door u. Want u heeft over mij gezegd dat ik een blinde kip ben. Ja. Ik zei, nou, dat is heel ongepast. Dat is niet oké. Maar ik kwam erachter dat er zo weinig materiaal bij uw vrouw te melden was over jullie alcoholgevecht. Ja. En daardoor noemde ik u per ongeluk een blinde kip. Nou, het werd een ontzettende leuke huwelijkszittingen. Ik heb ze een aantal keren gehad. En toen belde die vrouw mij op en die zei, ik ben in de 70 en ik heb onverwerkte dingen met mijn ouders uit te werken. En ik wil eigenlijk niet doodgaan voordat ik het heb uitgewerkt. Mag ik bij jou in de praktijk thuis dat uitkomen. Ja. Nou, heeft ze gedaan. Tot grote tevredenheid van haar en mij. En toen nam zij afscheid. En ik gebruik het dus nog steeds. Ja. En toen zei ze, ik heb iets voor je laten maken. En toen pakte ze een cadeautje uit.
En toen had ze zo'n kleine kip laten poetseren. Ja, mooi. Met een doekje voor zijn ogen. Ja? Geweldig, ja. En ze zei, er zullen veel blinde kippen in je kamer zijn. Ja. Maar ga door, want ik heb je vergeven over je opmerking. Ja. Want het was zo to the point. Ja, je hebt me daarmee gered. Ja. Ja? Ja. Dus af en toe als ik een blinde kip in de kamer heb, dan pak ik het kippetje, vertel dit verhaal. En dan ontdooit iemand en zegt, je hebt me door. Ja. Ja? Ja. Maar ja, zo is het. En het, je kan het ook niemand kwalijk nemen, maar mensen herkennen het niet. Alles is veel gewoner. En we zijn natuurlijk, het is ook zo, dan spreek ik voor mezelf. Mm-hmm. En mensen met de verslaving zijn natuurlijk absolute meesters in het verdoezelen, het verkleinen, het minimaliseren, het omzeilen van dat het gewoon niet zo is en dat het allemaal meevalt en iedereen doet het. Nou, en ga zo maar door. Ja. He, en het, als je overal die scootertjes hoort, zoals jij zo mooi vertelt, ja, wat is het probleem? Iedereen doet dat toch? Ja. Dus ja. Maar en als je nou, wat doe jij nou met de families? Hè? Want dit is ook echt voor de families van de gezinnen, van de partners, de kinderen van. Iemand komt, ja, mijn vader drinkt te veel. Of mijn man, mijn vrouw of mijn kinderen gebruiken dit dan. Wat zeg je dan tegen ze? Wat ga je met ze doen? Nou, ik probeer eerst uit te vinden wat de verslaving is van die partner. Ja. Maar ik probeer ook uit te vinden wat het samenspel is in die verslaving. Mm-hmm. Want heel veel partners en kinderen van verslaafde mensen, die hebben ook soms trauma's in hun eigen jeugd opgelopen. Ja. En trauma's van binnenuit. Mm-hmm. Die zijn mishandeld door hun ouders. Er is verwaarlozing. Er is, en dat komt van binnenuit. Ja. En dus het verdriet over de pijn. Je bedoelt van binnenuit, binnen het gezin. Binnen het gezin of binnen het systeem. Ja. Binnen de familie. Ja. En dat is het troostrijke. Ja. In ons geval, het komt van buitenaf. Mm-hmm. Dan kan je iemand echt haten om. Ja? Maar als het je vader of je moeder is die niet voor je kan zorgen, dan wil je ze ontzettend blijven liefhebben en respecteren. Maar ook verafschuwen hoe ze je verwaarlozen en hoe ze je krenken. Ja. Nou, vaak zijn partners van mensen die een ernstige verslaving opbouwen, die hebben al die codependentie opgebouwd in hun eigen gezin. En dat kennen wij, ik ken het in ieder geval wel. Want ik wilde heel graag mijn hele leven mijn vader redden. Ja. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar wat wil ik eigenlijk zelf? Ja. En als je daar niet aan toekomt, zet je het codependency voort. En vergeet je voor jezelf te zorgen. Ja. En die mensen raken ook weer uitgeput. En gaan gek genoeg zelf ook weer een verslavingskant op. Mm. Waar ze in de oorsprong hun ouders met hun verslaving verafschuwen, of ze trouwen met iemand met een verslaving. Ja, ja. Nou, heel erg. Zo en dan wordt die cirkel maar weer in de volgende generatie. Ja. Nou, daarom was ik zo ongelooflijk dankbaar toen ik werkte in de Jerinek en niet meer vrijwilliger was, maar gewoon een therapeut. Want ik ben daar gaan werken, uiteindelijk. Als relatie- en gezinstherapeut. Maar omdat het niet bestond, mocht ik het met twee collega's, mochten wij het uitvinden. Ja, mooi. Dus voor mij was het heel logisch dat ik aan die vrouw vroeg, maar jij bent nu hier opgenomen. Mm. Weet die schooljuf dat jouw kind nu met een moeder in een opname zit? Nee, daar schaap ik me voor. Ik zeg, ja, maar als jij dat niet gaat vertellen op school, wordt je kind niet gesnapt in zijn verdriet van mama is er niet. En papa, die moet werken, of papa is ook al lang pleiten, want die heeft gedacht, die vrouw wil ik niet. Ja. Maar die kinderen, daar heb ik geen tijd voor. Dus dan gaf ik ze vrij op maandag. Dan konden ze hun kind naar school brengen. Mm-hmm. 5 minuten belet vragen bij de juf. En vragen, kan ik op een spreekuur je uitleggen wat er met Piet is? Nou, zulke soort acties waren zo helend alleen al voor het kind. En ik nodigde altijd de kinderen uit. En wat zo grappig is, en dat schrijf ik mezelf dan maar even toe. Ik heb er geen andere ideeën over. Maar ze hebben me altijd vertrouwd dat ik ze niet uitnodigde om die moeder voor gek te zetten of te beschuldigen of iets lelijks over die. Maar dat ik altijd achter die moeder stond. Want van oorsprong zijn dat allemaal topmensen die alleen hele rare dingen hebben gedaan. En als die kinderen voelden dat ik partijdig met hun allemaal was, maar soms even heel erg partijdig met dat kind,
dan durfden ze je de meest gruwelijke verhalen te vertellen. Ja, ja, ja. Zo zei een jongetje tegen mij, en die tekening heb ik nog steeds. Dat jongetje was 5 en het was een zoontje van een schippersfamilie. En hij had een heel klein zusje. En die had ik al in mijn kamer gezien. Het zusje was 2,5. En daar was qua ontwikkeling niks nog van terechtgekomen. Die had ook die vasogen, weet je wel. Dat je al in de baarmoeder vergiftigd wordt door alcohol. Ja. Ze was ook duidelijk niet de slimste. Maar ja, ze was pas 2,5. En toen vertelde die jongen dat als ze gingen varen, dat die moeder ineens gek kon worden. Want hij had het woordje verslaving, kende hij niet. Nee. Maar hij kende wel dat ze gek werd. En dan ging ze enorme ruzie maken met die vader. En als hij dan weg moest naar het schippersinternaat met zijn zusje, werd hij daar heel onhandelbaar. Dat kon dat jongetje mij allemaal vertellen, dat hij onhandelbaar werd. En toen ik begon te vragen waarom hij dat gedrag vertoonde, toen zei hij, maar ik wil daar niet zijn, want ik moet mijn vader en mijn moeder uit elkaar halen. Ja? Ja. Maar omdat ik niet meer op de boot ben, maar op het internaat, ben ik machteloos. Ja. En ik probeer kabels te ontwerpen die van het schippersinternaat naar de boot gaan. En dan heb ik een kabel en dan heb ik een valluik. En dan laat ik het valluik zakken bij mama als ze gek is. Want dan heeft papa geen last van mijn gekke mama. Maar er is ook een heel klein luikje. En wij kunnen en naar mama en wij kunnen allebei naar papa. Ja. Over loyaliteit gesproken. Ja, waanzinnig. Ja. Nou, als je dat dan allemaal... Ja, waanzinnig verhaal. Wauw. Dan word je zo gemotiveerd om die kinderen te laten vertellen. Ze te helpen. Eventueel naar een kopgroep te sturen of naar iets anders. De juf in te lichten. Maar ze niet laten dobberen in hun eentje. Ja. Weten zij veel. Nou, die kinderen weten alles. Ja, het is ook wel heel ontroerend als je het zo vertelt. En je voelt ook de verdriet en maar die kinderen. Maar dat is echt die codependency in een van mijn vorige afleveringen. Daar uitgebreid over gesproken. Ga ik luisteren binnenkort. Ja, nou, dat is het probleem natuurlijk van iedereen die eromheen staat. Ja. En dat proberen uit elkaar te redden en te doen. En dat is, ja, het is heel ingewikkeld. En die mensen moet je dus leren in therapie, dat ze altijd ongelooflijk empathisch moeten blijven. Maar dat codependency, dat afgepeld moet worden. Nou, ga er maar eens aan staan. Ja. Als je 8 bent en niemand je helpt, dat lukt je niet. Nee, dat kan niet. Nee. Dus ik ben en tot mijn grote verdriet en tot mijn grote woede hebben ze later in Jelinek gezinstherapie afgeschaft. Ja. Maar tot mijn grote geluk heeft een van de behandelaars een jaar of 3 geleden mij opgebeld. Wil je ons helpen om voorlichting te geven over hoe jullie het aangepakt hebben? Toen zei ik, nou, dat is prima. Maar ik wil eerst 10 minuten zeiken, want ik ben nog steeds heel boos. Heel goed. Want jullie hebben echt heel veel mensen daarmee met een bak badwater weggegooid. Ja. Maar het is allemaal verzekeringstechnisch. Ja. Het is allemaal geld. En daar komt weer grote verwaarlozing van. Ja. En als je me kwaad wil krijgen, moet je dat doen. En dat ben ik. Ja. Hey, maar en het is natuurlijk ook heel dom. Omdat die passie gewoon zo in me woont. Ja, supermooi. Maar, maar het is ook heel dom en kortzichtig van de verzekering en al die geldinstanties. Dat dan alleen maar, als je alleen maar primair iemand met een verslaving behandelt, je laat de omgeving gewoon links liggen. Dat is gewoon, dat werkt niet. Nee, maar het stomme is dat als je realiseert dat aan die verslaving van dat eerste glaasje of de eerste 2 glaasjes zijn de meeste verslaafden gezellig. Ja, ja, vaak wel. Dan zijn ze uitbehandeld. Ja. Maar dan moeten ze op 0. Ja. En dat vindt die man, vindt het een saaie boel. Ja. En die gaat dan pushen. Nou ja, 1 glaasje kan toch wel? Ja. Wat een onzin. Ja. Ja, laat ze nou maar lullen daar in die kliniek. Ja. Maar van 1 glaasje val je niet terug. Nee. Ja. En dan begint het glazen opnieuw. Ja. En dan kom je erachter dat op... Ja? Ja, het samenspel. Het samen, ja, maar weer opnieuw begonnen is. En dat je weerloos bent tegen dat samenspel. Als je het niet voor gewaarschuwd wordt. Nee, omdat je de partner behandelt en meeneemt. Het is ook saai als je het leuk vindt om te drinken. Seksualiteit en ontremming. Ja. Mensen zijn vaak weer seksueel heel erg geremd. Ja. Ja. Als ze niet meer drinken. Ja. En denk ik, ga me dood. Ja. Over mijn blote lijf. Ja. En dan gaat het
niet meer over drinken, maar gaat het over dat ze seksuele problemen krijgen. Nou, als je dat allemaal mee kan nemen in die 3 maanden opname, ben je spek open. Ja, ja. En de verzekering die vinkt het af. Nou ja, ik snap geen bal. Nee, het is onvoorstelbaar. Nee, maar het is, dat is natuurlijk ook mijn werk, dat ik eigenlijk, en dat vind ik wel mooi in de plek waar ik werk, bij Yes Weekend Clinics, als de jongeren daar worden opgenomen, de ouders of bonusouders, zoals ze het daar dan noemen, verplicht zijn om mee te doen in het programma. Omdat als je alleen, dat geldt ook voor volwassenen en partners en alle situaties, alleen diegene en de rest erbuiten laat. En natuurlijk iemand verslaving komt thuis en die gaat ook de boel manipuleren, want dat gaat gewoon vrolijk door. Ja. En die mensen weten het ook niet. Ja, die zwichten al bij het eerste 10 minuten. Dus dat gaat hem niet worden gewoon. Mooi, lieve mensen, ik wil Roefke heel erg bedanken voor dit gesprek en voor het aanwezig zijn. Die heeft me echt wel geraakt met allemaal dingen weer zeggen waar ik eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaat. Je gebruikt supermooie woorden. Ik vind je bent echt een bijzonder mens. Want wat je 45 jaar al doet met nog zoveel liefde en passie en bevlogenheid is toch ook heel bijzonder. Dat kan alleen maar als het vanuit je hart komt. Ja, en dat is ook het enige instrument, de wijsheid, je hart en van mensen houden. Ja. En ongelooflijk nieuwsgierig zijn. Ja, nieuwsgierig. En wat ik bij jou ook zo mooi vind is, ik hoor niet dat oordeel erin van over die mensen. Want anders kom je natuurlijk niet ver. Nee, dat is wel echt mooi. Nou, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op dit kanaal, want ik heb nog veel meer mooie verhalen, mooie mensen die hier komen. Deel het ook met elkaar. Like deze video als je wil, want er zijn nog zoveel mensen die zoekende zijn naar hoe ga ik om met als mijn partner, mijn kind, een familielid verslaafd is. En ik wil jullie daar heel graag bij helpen met alle informatie en mooie mensen die daar dingen over zeggen. Dus dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Ik zie jullie heel graag bij de volgende aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dank je wel.